Oh, hij noemt ons Dick. Hij zegt, bring it on, fat boy. Oké, we moeten snel live up gebruiken, alsjeblieft, laat het werken. Oké, hij mist een aanval, mooi, dus we hebben onze levens er allemaal weer bij. En nu gaan we aanvallen met homoknuppel, haha. Oké, deze politieagenten zijn wel zeker een stuk sterker dan die mieren die we tegenkwamen in de grot. Hij is echt heel sterk. Shit. Oké, mooi. En wij zitten nu weer in een probleem. We hebben nog maar 17 levens. En we moeten echt de live-up gebruiken. Hij zegt, de volgende keer ga ik je aanvallen met mijn nuclear suplex aanval. En hij zit mij gewoon een naam te verzinnen volgens mij. Hij is helemaal niet zo sterk. Oké, nu wordt het spannend. Nu wordt het echt spannend. We doen snel een offense. Misschien mogen wij dan als eerst aanvallen. Ik heb geen idee. Nee, shit. Shit, nee. Nee, we zijn uitgeschakeld. Nee, nee, nee. Stom. Ik had het ook niet verwacht dat we moesten vechten tegen zulke politieagenten. Nou. We zijn uitgeschakeld. We zijn terug bij het hotel hier. Alleen, we hebben eventjes iets van een vlinder nodig. Ja, of onze moeder. Die ons onze PowerPoint weer terug kan doen naar normaal. Wauw, ze hebben veel geld gejat van ons, volgens mij. Ik weet niet precies hoeveel geld we hadden. Nee, we moeten eigenlijk hamburgers hebben. Ik wil niet naar de bakker. Ze hebben trouwens level up gegaan. Hoeveel XP kregen wij van hun? Oh, nee, we moeten nog 263. Is hier ergens een vlinder? Meestal is hier een vlinder beneden. Tenminste, ik vond hem eerder hier in de buurt. Nee, hier is geen... Ja, vlinder, kom terug. Nice. Precies als we er één nodig hebben, is er ook eentje. Dit is mooi. Een mooi moment. Het volgende wat er ons te doen staat, is wat hamburgers kopen. En dan zijn we denk ik, hopelijk, goed voorbereid op de match die ons te wachten staat tegen de politieagenten. Wel een beetje raar dat ze willen ons testen of we goed genoeg zijn om naar Tucson Town te gaan. En dan gaan ze ons aanvallen. Nou ja, dat is waarschijnlijk hun manier van kijken of een burger goed genoeg is om naar de stad te gaan. Voor onze stad te gaan ofzo, ik weet niet. En burger bedoel ik niet hamburger. Zoals we die nu aan het kopen zijn. Maar dan heb ik het over hoe heet het? Een bewoner van een stad. Een burger, weet je wel. Ja. Grappige woordspeling van mij. Ook al was het niet de bedoeling om een woordspeling te maken. Juist. We gaan gewoon lekker verder naar het politiestation die hier beneden is. Dus ik moet nog een stukje naar beneden. Oké, en hier is de politie weer. Spannend. Oké, kom maar op. Oké, dit wordt spannend. Yes, ik weet zeker dat ik naar Tucson wil. Oké, volg mij en we gaan weer tegen de... Nou, eerst nog even een stukje meelopen. En ik zit nu aan hem vast, zeg maar. Ik kan niet weglopen als ik dat zou willen. Oh mijn god. Ik had echt niet verwacht dat ik tegen deze agenten had moeten vechten net. De eerste agent. De auto zal meteen aanvallen. Ik hoop dat we een keer een critical hit doen. Dat zou chill zijn. Echt chill. Oh, hij doet ons weer wat damage. En we missen onze aanval. Oké, dit is het moment waarop we nog niet ons healen. Nu gaan we ons healen. Want hij valt ons nu. Ja, nu gaan we onszelf healen. Live up. Oké, we moeten nu dus veel... We moeten eigenlijk veel gieriger zijn met het healen van onszelf. Want kijk hoeveel damage deze kerel doet. Het is niet gezond. Kijk, we hebben nu wel verslagen, maar we zitten nog steeds op 1... 41 health. Dus dat betekent dat we nu eigenlijk ook meteen... En we hebben een hamburger gekregen van een agent. Dat is heel lief van hem. Maar we moeten nu dus eigenlijk ook meteen onszelf weer healen. Of een hamburger eten, kan ook. Ja, dat kunnen we eigenlijk beter doen. Een hamburger eten. Hamburger, waar ben je? We hebben genoeg hamburgers om te eten hier. Oeh, hij deed 31 damage. Dat is heel veel. En ondertussen vallen we hem aan.
En hij valt ons weer aan. Shit. Oké, dit kan... Dit wordt heel vervelend. Ik denk dat we weer gaan verliezen. Ik denk dat we weer gaan verliezen, jongens. We moeten nu een hamburger eten, maar we mogen waarschijnlijk niet als eerst. Oké, we kunnen gewoon hopen dat hij mist. Hopen dat hij mist. Oh, hij heeft maar heel weinig damage gedaan. Nice. En we hebben weer een hamburger gegeten om onszelf te healen. En nu pakken we hem weer snel aan. En we hebben hem ook verslagen. Oké, wauw. Dat was spannend. Oké. Als we dit gewoon voorzichtig aanpakken en veel healen, moet het ons lukken. En dit is weer de agent die ons Fatboy noemt. Hier bij hem gingen we de vorige keer dood, maar dit laten we toch niet deze keer gebeuren. En we deden meteen live-up, waardoor we weer volle levens hebben. En dan vallen we hem aan. Kom op, blijf hem aanvallen. En we hebben hem meteen verslagen, nice. Oké, mooi. 86 XP ervan. Laten we het de volgende keer nog een keer doen. De volgende keer, oh ja. Hé, wacht, deze hebben we ook al gehad. Volgens mij hebben we dan 3 van de... We gingen bij de 4de dood. Of was het iets anders? Ik weet het niet meer. Ik dacht toch echt dat we bij de 3de dood gingen, maar ik kan me niet herinneren. Oh, mooi, life-up. En hij mag natuurlijk weer als eerst aanvallen. The bastard. En we blijven hem eventjes aanvallen nu. Het lijkt me het handigst als we nu nog een keer recover doen. Ik weet dat we dit heel veel gebruiken. Of nee, hamburger eten vooruit. Een hamburger is beter. Ja, kijk, en nu eten we een hamburger. En daarmee hebben we al onze levens weer terug. En nu doen we een laatste aanval. En we hebben zijn aanval ontweken, dus we hebben nog alle levens. En we hebben gewonnen. Nice. Oké, nu alleen nog de laatste. Dit moet toch een makkie worden. Tenzij... Oh, en we zijn level 12 zelfs. En onze aanvallen zijn een stuk sterker. Wauw, we hebben heel veel HP erbij gekregen. Kijk, ons 116 HP hebben. Oké, en nu weet ik hoe we de laatste gaan aanvallen. Tenzij we nog tegen de Chief moeten. Oh, hij heeft geen sim meer. Hij zegt, hey kerel, ik ben hier weg. En toen ging hij weg. Shit, hij zegt, ik kan je nooit eerlijk verslaan. Dus maak je klaar voor mijn super ultra mambo tango foxtrot martial arts. Dus hij gebruikt zijn vechttechnieken. En hij staat er echt heel stijf bij. Maar ik weet al wat ik voor vechttechniek ga gebruiken bij hem. Haha, PSI Gaming, jongens. Hij doet niet zo heel veel damage. Pak dit. Pak het aan. Captain Strong noemt hij zichzelf ook echt. Dus hij noemt zich al kapitein Sterk. Of nou ja, eigenlijk niet kapitein. Oh nee, we hebben niet genoeg voor de beste aanval die we hebben. Dan moeten we het maar gewoon zo doen. Ik ben benieuwd hoe sterk die echt is. Nou, valt best mee. En we doen onze critical hit. En daarmee is hij verslagen. Oh yes. We hebben officier Hoofd, of nee, officier Strong hebben we verslagen. Of hoofdofficier Strong, denk ik. Ik had niet verwacht dat je zo goed tegen de politie van Onet zou zijn. Oké, nice. Dat is aardig. Hij zegt van, weet je zeker dat je naar Tucson wil? En ik zeg, ja, dat weet ik zeker. En hij zegt, oké, dan zal ik even mijn agenten, patrouillerende agenten... oproepen en zeggen dat ze je door mogen laten. Grappig, hij kreeg even een beetje een argument met een andere politieagent via de walkie-talkie. Oké, hij zegt, je mag naar Tucson, maar ik wil je wel nog een keer zien. Dus ik ben benieuwd wat hij daarmee bedoelt. Moeten we dan een keer langskomen? Misschien komen we hem tegen in Tucson. Misschien komen we een keer terug hierheen. Ik heb geen idee. En nu is het hier beneden. De weg naar Tucson. Zijn we er klaar voor? Ik zeg, we zijn er klaar voor. En de weg is niet langer geblokkeerd.
Ik ben benieuwd, zit deze weg voor monsters? Oh, een cadeautje. Check, cadeautje. Oké, ik ga even een hamburger eten trouwens. We hebben er toch genoeg. 46 HP. Wat is dit? Oh, het is een vijand. Ik dacht dat het een gewoon normale paddenstoel was. Oké, wauw. Een slechte mushroom. Een slechte paddenstoel is het dus. Oh, hij valt als... Hij doet 12 damage. Niet zoveel. En hij is dood. Zo doen we dat. Maar kijk toch eens hoeveel HP we hebben. Dat is ongelooflijk. Ik ben echt blij mee. Echt nice. Oh, nog een mushroom. Aha. Hij denkt toch niet dat hij ons zomaar voor het lapje kan houden. Door als een normale paddenstoel te dragen. Wauw, we hebben hem meteen uitgeschakeld. Hij heeft niet... Ik denk dat hij maar 60 HP heeft. Dus als we hoger dan 60 damage doen, dan hebben we hem eigenlijk meteen al verslagen. Aha, en we vallen hem aan met een surprise aanval. En daardoor mogen wij als eerst aanvallen. En als we dan meteen lekker veel damage doen, is hij meteen dood. Zonder dat hij ons iets kon maken. Zo doen we dat. Oh, ik begin echt van dit spel te houden, joh. Echt waar. Nice. Oké, we gaan gewoon lekker verder op onze weg naar Tucson. Oh, wat is dit? Is dit een bos? Oh, nee. Ik denk dat we bij Tucson zijn. Hey, deze mol heeft altijd een tip. Als het goed is. Ik ben gewoon een vriendelijke mol. Oké, hij geeft ons gewoon de tip dat we niet sterker kunnen worden als we vijanden gaan ontwijken. Dus daarvoor moeten we vijanden gaan aanvallen. Om sterker te worden, is logisch. En dit is dus Tucson Town. We zijn er. Tucson Town. En het hotel. Waar we eventjes wat geld uit de automaat gaan halen. Check. Withdrawal. Wauw, we kunnen heel veel geld eruit halen. $200 is genoeg, denk ik. Oké. En dan gaan we nu even saven, want we zijn aangekomen in Tucson. We maken weer even een praatje met onze vader. En hij geeft aan hoeveel XP we nog nodig hebben. 375. Oké. Niet verkeerd. Oké. Laten we kijken wat er in de stad te beleven valt.